Hallo allemaal, welkom weer terug bij een gloednieuwe video hier op kanaal. Mijn naam is Jasper en vandaag zijn we terug met Pokémon Brilliant Diamond. In de vorige video hebben wij Faulkner verslagen, de Electric Type Gym Leader. Ging erg makkelijk, vond ik zelf. Torterra was wel een grote hulp. De laatste gym betekent dus dat wij ons nu een weg gaan maken naar de League. Ik ga ook eerst even wat Rapels kopen. Dat moet wel voldoende zijn. Gaan we ook even wat medicijnen kopen. Oh, wat? Huh? Oh, lol. Ik zie dat we nog eerst even naar het Pokémon Center moeten. Oeps. Dat is echt totaal mijn fout. Oké, nou kunnen we wel gaan varen op onze Pipa-rail. Waarom de fuck kan je daar dan niet langs? Dat is zo geinig. Oh, no. I train Pokémon. Nou, deze skippen we. Would you like to use another one? Of course. Oké. Oh, shit. Ik had denk ik zo omdat poppetje heen kunnen gaan. Nou, jammer. Nou, double battle. Deze gaan we wel even doen. Dat is leuk. Oh, of tenminste, ze hebben allebei 6 Pokémon. Dus, I don't know. En dit is ook wel gewoon leuk, want dan is het even trainen en zo. Oeh, ik hoop eigenlijk dat ik met Billy een electric move heb die alle tweede Pokémon in één keer kan hitten. Doe het wel even zo. Nice. Oké, mooi. Dat is echt heel mooi. Quagsire. Psyduck. Beep boop. Yo, what? Oh, Quagsire is natuurlijk water ground. Daarom heeft electric geen effect erop. Right. Dat is waar. Spark. Wingle. Lekker bezig in Infernape. Heerlijk. En nu gaat Billy even Spark doen, hoop ik. Of nadat hij is gefeind. Oh, Staraptor is ook level up. Brave Bird. Oeh, dat is volgens mij een hele sterke aanval. Hoeveel damage is quite a lot? We gaan het niet doen. Nou, goed bezig, Wingull. Lekker. Oh, dat was een misklik, blijkbaar. Are you kidding? Serieus? Alweer dit? Oh. Hier, Torterra, ga jij maar. Volt switch. Boom. Alright. Gaan we even healen. Hier gaan we, omdat we op het water zitten, alleen even Luxray aan het begin stoppen. Fuck. Wait, hè? Hoe zit dit dan? En dan moeten we haar volgens mij ook weer gaan vechten. Yep. Oké. Het is nu een kwestie van die mannetje hier. Oeh, hey, laten we. Nou ja, we kunnen ook gewoon. Back. Huh? Wat? Ho, ho, ho. Wat gaan we nou krijgen? Holy fucking shit. We moeten terug. Dat meen je niet. We moeten gewoon helemaal terug. Dat is echt heel kut hoor. Kijk, we moeten met die chick hier zo eerst praten blijkbaar. Kijk, nou hebben we waterval. Echt goed, man. Leuk. Nou, jongens, ik zie jullie als we bij de waterval weer zijn. Oké, daar zijn we weer. Nou ja, jongens, het is gewoon heel dom van mij geweest. Ik wist niet dat ik met die chick moest praten bij de gym. Maar nu hebben we wel waterval, zoals je hier heel mooi kan zien. Dus,
Ja, we want to use waterfall, biatch. Alright, we zijn nu in Victory Road. Ik weet hier totaal de weg niet, dus laten we hier even opgaan. Gaan we met hem battelen. The skies! Voel heel nice. Maar daar moeten we dus niet zijn, blijkbaar. Wij moeten mooi deze... Oeh, die hadden we kunnen ontwijken, blijkbaar. Fuck. 3 Pokémon ook weer. Jeebus. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Bite. Hier, bite. Wow, Billy one-shots tot nu toe allemaal. Boom, 3 Pokémon in 1 keer level up. Dat is hartstikke nice. Super effective. Wauw. Wacht, hè? Oh joh, we hoeven niet eens. Ik snap het even niet meer hoor. Sorry. Deze kant. Ga je hierheen. Hier naar beneden. En dan. Oh. Dan is hij deze kant op. Right. Kunt u omdraaien, mevrouw? Nee, dan niet. Yep. Of course we want to use Rock Smash. Dummy. Fuck. Ah, de Victory Road is wel echt heel erg fijn en chill om te trainen, maar ik vind het gewoon, ja, heel naar. Heel veel dingen worden gewoon, vind ik persoonlijk, niet echt aangegeven. In tegenstelling tot de nieuwe Pokémon games, waar alles gewoon wordt aangegeven en wordt gezegd, je moet nu de cave in en dat doen. Hier wordt het gewoon, ga naar League en kijk maar wat je doet. Ja, I don't know, ik heb daar wat... meer moeite mee of zo. Ik vraag me alleen wel af, dat weet ik niet, of Clefable en Blissey nou in deze games ook al fairy types zijn, of dat ze normal psychic zijn, of alleen psychic. Geen idee eigenlijk. Fucking shit. Weer een battle. Hier Spark. Hier, Torterra, Hippopotamus. Boom. Dit is het laatste gevecht wat we gaan doen.
Hij heeft gelukkig maar één Pokémon. Machamp. Oké. Acrobatics. Boom. Oké, dames en heren, dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video van Pokémon Brilliant Diamond. Vond je het nou leuk en wil je meer zien? Like en abonneer. En tot ziens in de volgende video. Doei doei!